Goedendag, welkom bij GPTV. Leeuwarden is in 2018 culturele hoofdstad van Europa, maar Donostia San Sebastian in Spanje is dit al in 2016. Een van de projecten van San Sebastian is TOSTA, een internationaal uitwisselingsproject. Het TOSTA-project is een van de grootste projecten van San Sebastian culturele hoofdstad en heeft als doel een eerbetoon te brengen aan de taalkundige en culturele verschillen in Europa. In samenwerking met de AVOEK is San Sebastian nu op zoek naar Friese kunstenaars die komend voorjaar aan het werk willen in een van de 7 ontwikkelingsregio's van het TOSTA-project. Leeuwen, Friesland 2018, culturele hoofdstad, maar zover zijn we nog niet. San Sebastian is volgend jaar eerst nog aan de beurt en die zoeken kunstenaars uit Friesland en niet het eigen land. Ik uit eigen land, maar ik uit Friesland en uit 6 andere regio's. Die andere regio's binnen Galicië, Cornwall, Ierland, Wales, Schotland en Friesland inderdaad. Ja. Het gaat om een uitwisselingsproject tussen die zo'n minderheidsregio's. Het is het grootste project trouwens van culturele hoofdstad 2016. Ja. En het bestaat in 2 delen. Het is deel 1 is een residency. Dat houdt in dat er een uitwisseling bestaat tussen kunstenaars. Die gaat de Friese kunstenaar gaat een alle dag naar Cornwall en er komt een Ierse kunstenaar naar Friesland. Die ging kunstmarkten en het tweede deel bestaat eruit dat ze een reizend festival langs al die zo'n regio's dat werk zien litten. Maar muziek, poëzie, video, beeldende kunst, nimmer op. Dat wordt dus echt een cultureel feest langs die zo'n regio's. Speciaal voor de kunstenaar die het wijsziekje gaat het om een multidisciplinaire kunstenaar eigenlijk. Die het Engels kent, die het Fries kent. Het is toch ook een talenproject. Het is een cultureel uitwisselingsproject. Het gaat om taal, maar ik om Lietse en minderheidsculturen. Transmediaal, wat ik al zei. En dan kan stinken toch gewoon vooral boetenwerken. Ik denk gewoon bij de Lieks grote kunstwerken, maar net bang wijzen voor een beetje ruin of zo. Nee. Maar ik kan slik werken of toch ik die kust op ziekje, omdat we toch die zo'n regio zit ik echt onder kust. Het gaat erom dat de kunstenaar een plan niet zinnet. Var, het 10 januari is Takamir. Dan is er een 5-koppige jury, 2 mensen uit Friesland, 2 mensen uit de andere regio, dat de kunstenaar Hindegit en een van de culturele hoofdstad 2016. Ja. Die kies de kunstenaar, die gaat dan van april ont mijn maart, maart ont mijn april, nee. Sorry, werkt die in die regio. En het festival zal dan wijzen van mei ont mijn september. En dan kist ik in al die zo'n regio's dus de kunstwerking van de zo'n kunstenaar zijn. Ja, ik denk ook dat het zijn van culturele hoofdstad, culturele regio, dat juist ook die functie heeft om mensen, en dan voor ons gaat het dus om die minderheidsgebieden, minderheidstalen die daar ook gesproken worden, om die bij elkaar te krijgen. Ja, en ook te inspireren natuurlijk. Minder iets talen hebben. Je kunt ook Lietse talen nemen. Er zijn volgens mij meer Lietse talen dan bestaande of grutte talen die het zou blijven nemen in Europa. Maar heel veel bezig ben hun daar net bewust van. En met zo'n project is dat toch heel mooi zien. Kunstenaars, kunstenaressen, amateur, professioneel, die kunnen zich aanmelden en die kunnen naar een site gaan. Ja, die kunnen naar de website www.tosta2016.eu of die kunnen even naar de AVOEK website gaan of even bellen. Die kunnen daar alle informatie vinden. Ze kunnen dus ook mailen naar info@tosta2016.eu en dan helpen we ze graag verder.